Rijk Leijsters overleed op 4 januari op 52-jarige leeftijd. Het eerbetoon wordt ingezet met Gunter Neefs en een zeer bekend voetballied. Het voetbalveld. Heel wat bekende namen uit het Belgische voetbal, ook iets minder bekende. Dat gaat zoals je vrienden uitnodigt, maar deze man kennen we allemaal. Piet den Boer, naar ik gehoord heb initiatiefnemer. Mark Wilmots, niet te vergeten natuurlijk. En zij gaan zich opstellen rond de middencirkel, ook Alain de Niel. Kesselaars, Tommy Sint, misschien iets minder bekend. Jan de Klein. Jaspers, en we kunnen nog wel even doorgaan in het shirt met nummer 3 van Rijk Leijsters. Hier de Ferm ook, en heel mooi ook de Anderlecht supporters mee in samenzang met die van KV Mechelen. Rivaliteit, dat is voor over een paar minuten. Rijk Leijsters heeft op het WK in Mexico de hele Belgische voetbalwereld doen genieten. En vooral op dat van Italië, waar hij echt speelde. Altijd weer indrukwekkend, dit stadion. En ook deze mannen, u herkent ook Johnny Bosman. Applaus op alle banken. Ook op die van Paaswit. Een aftrap, dat hebt u al begrepen, zal even worden uitgesteld. En nu wordt de naam van Rijk Leijsters gescandeerd. Nu zijn we klaar voor een minuut stilte. Met een trompetist die Il Silenzio zou gaan brengen.
weet niet of u thuis de noppen hoorde. Indrukwekkend moment. De schoenen op het beton. Het enige geluid in het stadion. En dit spandoek, vaarwel kapitein, want Kleisters was de aanvoerder van dat KV Mechelen. En stak in die hoedanigheid heel wat bekers de hoogte in. Spionkoppen aan het zingen, maar nu krijgen we Il Silenzio. Dat was het draaiboek. Il Silenzio van Nino Rossi. De meneer mag een zucht van verlichting slaken. Dat heeft hij goed gedaan.